de koning van Arad verslagen. De Kanaanitische koning van Arad in de Negev vernam dat de Israëlieten in aantocht waren en dat ze via Atarim kwamen. Hij viel hen aan en maakte een aantal van hen krijgsgevangen. Toen deden Israëlieten de Heer dezelfde gelofte: als u dit volk aan ons uitlevert, zullen wij hun steden volledig vernietigen. De Heer kwam Israël te hulp. Hij leverde de Kanaanieten aan hen uit. De Israëlieten doodden hen allen en vernietigden hun steden. Die plaats kreeg de naam Gorma.